Dit is inmiddels onze vierde MOSA Discussions. Ik vind het een ontzettend leuke formule om te praten met mensen die dingen maken. Niet alleen over wat ze maken, maar hoe ze komen tot dat wat ze maken. Voor mij is reizen naar Groningen bijvoorbeeld is geen reizen meer. Ik zit gewoon te internetten en op een gegeven moment dan ben ik er. Het is bijna zo dat dankzij de hoge snelheidstrein en het internet dat we nu kunnen zappen in de werkelijke wereld. Dus je kan echt, je zegt nou, ga even naar een ander kanaal. Daan, jij bent bezig samen met aannemer Heijmans aan de interactieve snelweg. De slimme snelweg. De slimme snelweg. Ja. Ja. Kun je vertellen hoe dat werkt en hoe ver dat project staat? Ja, natuurlijk. We werken aan een serie van dat soort interactieve landschappen, zo noemen we dat eigenlijk altijd, waarin we ons afvragen wat gebeurt er als die techniek uit dat beeldscherm springt en een onderdeel wordt van ons landschap. We begonnen na te denken, kan dat niet poëtischer, slimmer, duurzamer? Ja, kunnen we niet verven ontwikkelen die zich overdag opladen en 's avonds licht geven, hè? Zoals de glow-the-dark sterretjes die je op het plafond hebt. We zeefdrukken dat letterlijk op bestaande wegen al. Hè? Dat zijn ideeën die we binnen 3 tot 5 jaar kunnen implementeren, zodat de weg, als het koud is, dit soort sneeuwvlokjes opkomen en weer verdwijnen. En dus aantonen, ik ben glad, ik ben veilig, ik ben niet veilig. En je kan, waar het ook heel erg om gaat, is weg van al die hardware en die kabels en die borden. En weet je, al die hardware, om alleen maar te zeggen, pas op. De opkomst van de smartphone. Ja. Wat ik daar heel fascinerend aan vind, is dat je dus met, dankzij het feit dat het een heel klein apparaatje is, en consumentenelektronica, dat het echt stormenderhand de wereld heeft kunnen veroveren en wijzigen. En je ziet nu bijvoorbeeld dat het aandeel mensen onder de 45 die een rijbewijs hebben, dat neemt enorm af, wereldwijd. En volgens mij komt dat omdat mensen gewoon het haten om hun internetactiviteiten te moeten onderbreken. Zoiets stoms. Oh, dat is cynisch. Dat is gewoon puur cynisme. Het is wel waar. Wat mij betreft gaat het er echt om dat we nu leren om te leven en te genieten van een omgeving die we niet beheersen. En we komen echt uit 10.000 jaar architectuur- en steenbouwgeschiedenis. Die er altijd op gericht was om de wereld te beheersen. En op dit moment is het gewoon echt anders. In Delhi heb je het over een stad waar het nu 48 graden is. Ja. En er zijn plekken in Delhi waar vanwege heat island effecten de temperatuur 10 graden hoger is. Kun je corridors maken waarbij je waterways combineert met airshafts. Waarbij je dus eigenlijk het water de lucht koelt. Waardoor de woningen, die natuurlijk geventileerd worden. Ja, dus je zegt eigenlijk die natuur en die tech, die probeer je helemaal in elkaar te krijgen. Want daarmee kun je namelijk de goedkope, betaalbare oplossingen krijgen. Die ze echt keihard nodig hebben. Kun je interactieve landschappen inzetten om dit soort onvoorstelbare opgaven op te lossen? Ja, natuurlijk. Ja. Hell yeah. Dat. Je bent een hippie met een businessplan. Hè? Dus er is een verbeelding, er is een droom. Maar nee, ja, volgens mij. Jij ook volgens mij. Ja, toch een beetje wel. Ja.